En dan hoeves, grote hoeves. Grote hoeves, ik heb mijn hoeven geweten hè, van daar aan de Van Leerislaan. En de Gevertlaan, zo heet het in boeren naar weg. Van de Stalen. Ja, dat boer van der Stalen, zo noemde ze dat. Dat was een groot hoef. En dat waren gebroeders. In mijn tijd, dat ik nog weet alleen, twee gebroeders die erin woonden, maar die niet zo veel meer land bebouwden alleen. Dus dat waren ook al oude mensen in de tijd. Want er was nog een anekdote van dat die op de bank kwamen, op de Nationale Bank in Boom, want was er nog geen Generale Bank of iets. Dan kwam die op de Nationale Bank met ook waarde, stukken van waarde, waar het de ratten aan gevreden hadden. Die hadden daar een hele stuk afgevreden. En hij kwam dan vooral omdat die nog waarde hadden, zie je. En is dat toen toch nog verrot gekeerd, volgens dat ik hoorde, want toen die kassier was in nadien alleen van de Janssen, die was een jaar nadien dan nog kassier op de Nationale Bank. En die heb ik dat eens willen vertellen, die anekdote alleen. Dat was ook een taart. En dan hadden de hoeve van Vermalekens hier tegen het park. Dat was ook een groot hoef in de taart. Dat was het bosnaam. Het bos noemden ze dat dan zien in plaats van park. Dan was er nog geen park. Hè. Dat was nog een wild bos. En daar stond een groot hoef tegen. Allee. En dan... Is dat daar waar je dat grote wiel gezien hebt voor die honden in te lopen? Nee, dat was op Niel. Niel Elegat. Dat was bij Frans Kop, noemde die boer. En dat was een redelijk grote boer ook, want hij had twee paarden en dat waren inderdaad al belangrijke boeren, want gewoonlijk hadden ze maar één paard. En sommigen moesten een paard gaan lenen voor heel lang toen te ploegen, zie je dat inderdaad. Maar die hadden twee paarden. En daar gingen we melk halen. Nu nog in het begin van de oorlog, van 14 en in de oorlog, hebben we dat veel alle dagen melk gehad. Moest een botermelk krijgen en alles ziet de melk ook. En die hadden dan een botervat staan met zo'n wiel waar het mijn mond in liep met de boter daar. In de boer. En dan hadden we nog een andere hoef ook, een beetje verder dan hij, boer van Hoofd noemden ze die. En dat waren min of meer zo geheimzinnige mensen, daar kwam niemand neer. En er waren vrouwen, twee vrouwen die er nog op woonden, de anderen waren allemaal gestorven zeker. En die hadden een hond, die hadden een hond op heel leven binnen in oor, dat er niemand die hier binnen gaan. Die schuwden ze vanaf zo wat, alleen ook gedeeltelijk op schrik van die honden ook zo. En waar lag die hoor? Die lag daar waar dat kasteeltje gestaan. Aan de voetbalplein van Niel? De voetbalplein van Niel, ja, maar een beetje meer naar links dan de doodgebakken, dat is naar Almelo gebakken. Ja, ja. Daar is die bakkerij van de Nijs. En daar stond die hoef. En recht twee die hoef was ook dat kasteeltje dat bevallig was. Waar dat die weddingschap overgegaan is, zal ik zeggen, dat er in 12 uur en bewaas moest gaan leveren dat het geweest was. Vandaag gaan we het zelfs, dat gaan we zelfs vertellen. En dat zijn de oeven die ik zelf geweten en blij daar, de grote oeven. En dan in Boom was er geen speciaal kapelletje, de Sint-Anna-kapel, waar dat ook anekdotes over ging. Ja, de Sint-Anna-kapel, die is daar geweest en die stond ook op de baan, zal ik zeggen, alleen, want die stond lief. Even vanaf helemaal in de weg. De baan naar traag. Want verkeer van de straat, hè? En de baan naar traag. Dat was de baan, de Kapellestraat, de baan naar traag, hè? En, want van het verkeer is het druk geworden, hebben ze die kapel moeten afbreken en hebben ze die beneden geplet, tussen de gelijken, waar dat lood gebakken was, zal ik zeggen, omdat ze de baan zou kunnen recht trekken. En dan zie je dat. Dat zijn de kapelletjes die ik hier in Boom zelf geweten heb, want veel kapellen zijn hier niet geweest. Hè. En als mis? De Vraatstraat ook is zo? Ja, dat waren we. Ah, de Vraatstraat was ook zo'n kapelletje. Ja, in de Vraatstraat was ook een kapelletje, ja, daar. En aan de Libraatstraat? Ja, daar stond ook in. Stond ook in, dat is waar. De Libraatstraatje tegen de Blaatstraat aan, hè, dat stond ook een kapelletje. Dus. Dat is ook afgebroken, dat is allemaal verdwenen. Nou, en een smis? Hoe? Een smid? Smid? Een smid?
De smid. Paarden te beslaan. De smid, die is hier op de stierweg geweest, schulpen. Die was een paardensmid, hè. Waar het nou dan teuren staat, zal ik zeggen, hè. Daar is toen de smid op de prik geweest. En er was een paardensmid en die besloeg wielen, bannen rond, oudere bannen rond wielen liggen van de karren, van de boerenkaren en zo, hè. En ploegen dat hij moest repareren en zo, alleen. Zelf maken die hem dan die ploeg, maar wel repareren. Dat kost. Dat was schoepen en die zonen die hebben dat dan verder gedaan, want die hebben dat gedaan tot... Tot na de oorlog, hè? Tot na de oorlog, ja. Tot na de oorlog hebben die dat voort gedaan, ja. En dan hadden we smisje op Noeuvre. Daar op de smeer bij... Die werkte bij de gelijke, die de schepen oorsloeg bij het werkvolk van het gelijke. De schepen waar ze moesten de potjarmen steken in schwolken steken, hè. En verweer te maken alleen. En in de Afrikaanse straat, en dat was de Gilmijn, die daar smid was. En ook een brute kerel, want dan heb ik dikwijls nog moeten de blaasbalk trekken. Dat ik mijn schepen op de smid ging van mijn vader, zie je. Bij die laten op te slaan. En dat was er aan te schoven. Zo weet waren dat, die kwamen we eigenlijk schip laten op te slaan. Hè? Want die werken van verschillende basis, zal ik zeggen, want gelijk. Dat was de kosten van een baas, dan zie je dat die schip op te slaan is. En dan was er nog één op de plan. En dat was één bij de katholieke basis, want toen in die tijd was er ook al schading. Politiek gebied zal ik zeggen, van de bazen. De ene was katholiek en de andere liberaal, zie je. En die Martijn, dat was een liberaal. En op de plan, een beetje meer naar de Nieuwse straat, dat was een van de katholieken daar. En daarom dan de grote straat is er ook een smid geweest. Maar die deed zijn werk voor allemaal geloof ik, is goed. Ja. Die wel pijn en zo, maar die werken niet verder gelijk die op Noeuvre gingen. Die waren best allemaal op Noeuvre. Wat zijn zo wat de oudste herinneringen dat je van je vader hebt? Ja, de oudste herinneringen. Ja, ik heb mijn vader eerst leren kennen, zal ik zeggen, maar de eerste herinneringen van mijn vader is dat hij werkte in de machine. Van haar bak. Maar als ze die plavaas mochten, die vloerstenen en een jaar gereed mochten we pannen van te maken en zo. Want pannen maken, dat was het werk met tand, hè. Dat kostte ze met machine niet doen. Maar dan moesten ze een speciale potjaar waarin we de neer van was, zie je dat? Hè? En daarom moesten wij dan in werken, moesten de broertjes in de winter een grote nieuwe potjaar, grote pieten zal ik zeggen, hè, met die ponden. Dat was winterwerk, zie je. En daar moest hij er dan min of meer nog wat vertellen, zal ik zeggen, dat hij gereed was voor het maal in de machine, zie je. En dan moest hij een jaar op een karavaal gelopen en zo naar de machine vieren en dan daarin kappen. En dan was er een kameraad, die ook, dat werkte al over aan de dag, zal ik zeggen. Hè. Die moest dan de potjeer van de vloer mee naar de schip. Pakken en dan in die cilinders roeien, zie je het? Voor die jaar hier van te malen, want anders waren dat de klumpjes in. En dat moet niet, zie je het? Dan kost het eerst veel werk leveren. Mm. Hè? Daarom mijn vader eerst leren kennen, om zo te zeggen. En dat hij daar niet meer in kon, want het was zwaar in arbeid nog. Vroeger had hij mijn overhand al gewerkt, maar. Dat heb ik niet meer geweten. Dan was ik nog niet geboren. Hè. En dan heb ik had hem dat werk niet meer aankon, dan is hij moeten gaan hermaken. Een steenmaker, redelijk een ploeg. Het bestond op een hermaker en een steenmaker, twee afdragers en een herpzitter. En dan is hij moeten gaan hermaken. Die moesten dan, die ook al in de winter. Half gereed gemokt was, zal ik zeggen, voor in de zomer, hè, moest een jaarmaker helemaal nog eens een keer kapot steken,
En Walter overdiezen met speciaal met een jeugd, gelijk als ze dat noemden, hè, dat die jaar zo plat was dat hij kwam een bleek gedreven alleen. En dan werd hij met een aantal schip opgeschipt en op een hoop gerukt, dat hij uiteen kon straven en zo ging die klompjespotje er kapot. En dat had hij dan enkele jaren gedaan. Want als hij dan wat daarvoor weer, dat dat werk ook was waar weer. En ik dik eens geweest, dat ik morgens hè, en tritsel ging opsmakken, gelijk als ze dat noemden. Ik zal de woorden maar gebruiken, gelijk als ze toen gebruikt hebben. En dan was ik van alle twaalf al in de pit, hè. Want dat was een hoop jaar. Ja, veel kubieke meter zal dat geweest zijn. Misschien wel een kubieke meter of vijf zijn, hè. En dan moest ik die ook met een aantal schip, sluk voor sluk pakken. En vroeger zie je het, van de ene noop naar de andere noop maken, bij weer uiteen te draven. En als die noop dan uiteengesmakt was, en dat werk was gedaan, dan ging ik naar Roos, dronk koffie en dan ging ik naar de slijperij, dan ging naar mijn werk, zie je het. En dat was van mijn vader te verluchten, dan kostte op zijn gemak gewerken, zie je het. Dat was het zwaarste werk dat er moest gedaan worden in zijn stil. En dan in de winter, en altijd zo wat speciaal jobjes. Wat we hier ook aan zien, wij een goede werkman zal ik zeggen. Want Baverbaak, die vaarten die werden dan gesupprimeerd. Enfin, die vaarten blijven bestaan. Maar weer de aanvoer van Potjarol, de Piet naar boven, dat veranderde met te paard aan zitten en met wagons. En moest er een route aangeleid worden. Hè. En daar weer over aangesteld, moest er nooit traceren dat die route moest lopen. Bis. En die rut meeleggen met alles gelijk controleren dat die schoon pas liep en even wat afstanden en de nodige kurven nemen waar ze moesten genomen worden. Daar heeft hij in de winter aan gewerkt met twee mannen. En dan is hij de zomer zijn trick gaan hermaken. Dan is hij gestorven, dan kreeg ik bericht als ik onder het leger was, ik mijn kamp kan doen. En kreeg een telegram dat mijn vader ernstig ziek was, dat er onder kerkelijke bediening lag. En ik had een dag ter weer nog een brief ontvangen van onder ik, dat alles goed was thuis. En ik zeg in mijn hagen, die is dood en hij heeft gekregen dat onder kerkelijke bediening. Wij hebben dan niet van de kerk, dat is maar, mogen we maar geschreven, maar een beetje te sissen. En ik vroeg dan het rapport aan van de luitenant. Hè. En vaak kwam dan bij de luitenant op zijn bureau en hij zegt, mijn luitenant, zegt er een telegram gekomen bij mij. Ja, wat plaats hebben tegen mij? Een telegram dat de vader onder kerkelijke bediening lijst. Waar die ziek zijn. Zeg, ik heb gisteren nog een brief ontvangen dat alles goed was doorstegen. Zeg, volgens mijn mening zal die dood zijn. Ja. Allemaal meegelijk zijn en leuk. Zal hij echt al congé geven zijn en dan gaat hij maar direct naar Roos. En gaan we zien hoe dat is kinderen zijn tegen mij. En dan ben ik naar Roos gekomen. En kwam er van Treintje. Hier in de station in Boom. Toen staan we alleen op de buurt gekomen, want we waren in het kamp. En ik ging over de bareel. En dan hoorde ik er twee vragen zeggen, daar gaat de jongen. Van die mens die van de morgen gestorven is. En wist je dat direct van verder toch was, wist je dat mijn vader dood was. En mijn vader die was er op zijn werk ingezakt. Wat was hem dan aan het doen? Aan het steken, die potjaar ook in spullen aan het steken weer. Hè. In de put of in de machine? In de put, dat was dan jaarmaker, hij werkte niet meer, lang niet meer in de machine. Hè. Dan was hij ook in de put aan het jaarmaken. En dan moesten die ook in spullen weggesteken worden. Dan die water overreden dat hij plat weer, hè. Dat de steenmaker die kon bewerken met steen te maken. Hè. En dan is er in één gezakt daar op zijn werk, volgens dat hoorde hem dan nadien alleen daar. Smorgens? Smorgens, om half zes was het al. En dokter Meijer die heeft hem nadien gezegd dat hij een natandeoderbreuk moet geweest zijn. Voordat hij nog gestorven is alleen. En wat hadden ze dan met hem gedaan? Dan hebben ze die mannen die in de put ook werkten, die hebben dan een kerwagen gepakt en een vader opgeleid en ze hebben met die wagen naar Roos gebroed en bij de derde gezet. En dat afgetrapt zonder iets te zeggen. En zijn klak? En zijn klak die was half over zijn gezicht getrokken daar. En
Onze Rik, die was alleen thuis met mijn moeder, ja, thuis avonds, we stonden maar niet meer rond ons vieren. Hè. En onze Rik, die gaat aan boten en die vindt mijn vader dat zo. En dan heeft hij echt een schrik van elkaar gedaan toen. Hè. En wat hebben ze dan gedaan? Ja, dan hebben ze de, direct ons visie gaan roepen, die wilde dan niet ver van ons af. En dan hebben ze die gelijk eigenlijk, als ze dat zeggen, en dat is een beetje gelijk. En wat is er dan gebeurd? Dan hebben ze de schraanwerkers? Ja, dan is er, als ik dan thuis kwam, dan lag er ook zo'n beetje alleen. Het was heel, heel schoon, want dat lag precies te slapen daar. En dan zei ik tegen mijn moeder, zeg, er zijn er al maatregelen genomen bij de begrafenis van vader. Ja, jongen, dat moet je gaan doen. Dat kan ik niet zeggen tegen mij. Zeg, alleen, zal ik het dan wel doen? Dan begrafenis ondernemen doen kunnen, voor een kist te maken, vaderlijk, met schraanwerker, voor een kist. Want begrafenisondernemers waren nog zoveel niet in die tijd. En we hebben er ook heel weinig of keer gebruik van gemaakt. En dan heb ik, mannen had mijn vader dat kist, was dan in orde. Dan heb ik mannen gaan laten vragen, zie je het, voor mijn vader te dragen om zo te zeggen. Hè. En dan weer een burgergeld, dat kerstje. En Nillegat. Kerstje van Nillegat. En een kroos. Dat weer dan aan de derde gezet. Hè. En weer, dat weer in de kerk begraven. Hè. En dan is hij gedragen, eerst van Nuveren naar Nillegat. En dan van Nillegat naar boven naar het kerkhof hier, tegen Rietaan. Dan moet je niet vragen wat afstand dat was. In dat en dus vaak nog zo. Dat er iemand sterft op Nuveren en die werd begraven in de kerk. Je moet eerst naar Nillegat en dan van Nillegat naar boven. Alleen dat ze na niet meer gedragen werden. Dat ze na niet meer gedragen, dat is het verschil daar. Maar vroeger werden die laken allemaal gedragen, daar kennen ze en zo en kameraden. Hè, en aan welke kant van het kerkhof is ze begraven? Aan de achterkant, Prataput, de ingang is los de achterkant. En daarom was hem begraven, niet ver van dat putje. Dat. En hoe zag het graf eruit? Ja, dat was tamelijk. Dat was een graf. Het was een cementen steen. Geen nardonen. En ik geloof toch dat het een cement was. Want dat wilde mijn zus treffen, onze Rik. Dan is zus te bezorgen, gelijk begraven waar mijn vader lag. En dat was alleen een opstaande steen met foto, dacht ik, hè? Dat is een opstaande steen met een foto, ja. Die zelf de foto? Nee, een foto van. Ja, het was toch die foto, die waren kleine foto's. Ja. En daar had men dan in steen, in porselein laten maken en die had dan op zijn kroos gezet, zie je dat dan? Kun je daarna een paar anekdotes vertellen van haar vader? Ik denk bijvoorbeeld aan Paul Galant. Ja, mijn vader, in zijn jonge tijd van dat mijn vader vertelde, weer en al, waren zo'n ploegen die ter poot gingen van te vechten, zie je. En de Paul Galant was een wagenmaker ook van het gelijk. En hij had een aanhangers, dat was een grote vent. Heel erg dik was die niet, hij was hier aan de magere kant, maar een grote en die nam nog wel aan deze. En die zijn ronden op de kermis en dat dan iemand zag voor het aan de pikkepa, dat klokte een gevecht uit en weer is goed gevoed. Hè. En mijn vader die zat met een Nillegat kermis. Dat in een zoltje, dat was een bovenzoltje. Zat een telester op de muziek van de regelen zeker. Helemaal alleen zaten. En kwam de Paul Galant daarboven gestormd op die trap. Dat was met een trap omhoog, zie je. En mijn vader die kreeg geen schrik met die regelen. Hij zei, zal er geen liefeld zijn. Ik zit hier alleen. Hè, en dan stak zo'n kop boven de vloer van dat tuinzoltje. En dan zag mijn vader zitten. Hè. Hij zei, oh, ga met die blauw zetten tegen mijn vader. En dan doen we niks en trapte het terug af. Dat was ver dat hem getrouwd was, dat was ver dat hij getrouwd was, dat nog jong was. Dan moeten we dat situeren rond 1875, gena genaamd. Ja, ja. En werd er dan nog zoiets, gelijk met die palingen bijvoorbeeld? Ja, al was ook een eeuwige visser, mijn vader. Hè. Hij ging
had een nog jong was, ging de s'nachts veilig wissen met de krozenen. En als er een vlauwe komst was, dan ging het zeker, want dan liep dan lup de vries in de paling. En dan is het gemakkelijker te vangen, zie je. En op een zekere avond aan een hele boel paling gevangen, dat hij in de nemer, van een halve nemer paling zal ik zeggen, met de krozenen. En dan ben je ze even, die vlauwe komst even kan te bliksen en te rangen en te doen. Dat er noodschillen, dat er een beetje aan scholen zitten, was ze in hun lessen gegaan, ze, waar ze pannen in mochten, waar pannenblokken in stonden, gelijk als ze dat noemden, en was ze in slaap gevallen. En had die vrouw die was al weg, had dan wakker weer, en ging in zien, en zijn paling, die was er allemaal uit in hem rood, die was er allemaal uit gekruipen, en die was verspreid op de grond, onder die delen. Dat waren zo'n delen waar ze die pannen opstaken, bovenin. Maar op de grond onder die delen, daar zaten niet allemaal die palingen. Hij had toch een deel daar kunnen van terugvinden, alleen daar. En dan is hem nog eens een keer tegengekomen ook. Dan was hij ook aan het vissen, maar dat was in de pitten dan, in die ontgewerkte pitten. En in de tijd hadden ze ook een ontje, zo klaar schoottontje, hè. En dat liep me helemaal te mij zijn. En in de nacht, zo'n manier of twee, boven de donker gaan te bassen en gaan te bassen zitten. En ik zag niets gezegd. Ik stond recht en er was geen stoten aan, ik kon daar niet te zwaar gezeten. En ik stond dan recht en ik heb rondgezien en ik zag niets. En dat donker dat liep weg zitten en al bassende en schreeuwende. En gelijk was niet begrepen waarom dat er was zitten. En dat een doos kwam, dan zat dat doontje terug, zat dat aan de deur. En hij had feitelijk niks gezien waarom dat het donker zo tekeer ging. Nee, nee. Maar dat er gebeurd was, kan niet zeker zijn, want ik heb niks gezien. Ja, ja, ja. En dan is hem nog eens tegengekomen dat hem nog stoker was. Hè. Dat was ook in Sif dat ze dat stonden. De zomervogel die stopte gewoonlijk de weernacht. En dan moest de stoker daarna nog komen doen, zie je. En dan moesten ze elkaar gaan wekken, dat 12 uur was. Hè. En op het gelijk van voorbij was zo'n grote vierkante plits, de plavaarplits zouden dat tegen. En daar liep alle nachten een wit kanaan over die plits. Het was het gezicht van de mensen, zie je. En ik ben dat tientallen keren overgegaan, s'nachts zei mijn vader, ik heb nooit geen kanaan gezien. Is een keer is verschoten, dan gingen in zo'n sloepje naar die liggen zo weg is genet. Dat was een donker zijn en zo geen hand voor je ogen. En dan sloeg hij, ging dan met zijn armen weer, maar sloeg met zijn hand in haar zijden. Ik voelde dat het daar was. En daar verschoot ik van zijden. Ik bleef dan staan zijden en ik zag gewoon waar dan een grote hond zijden op de zout van Dormer. Daar hadden ze twee spitsen, zeiden van die grote spitsen. En die lieten die s'nachts nog alles een keer loslopen, zie je. En dat moet een van die spitsen geweest zijn, waar die ten roepte had met zijn hand, zie je. En dat is alles wat ik tegengekomen zijn, zei het meer. Meer denk ik niet. En ik ben veel s'nachts op de baan geweest, omdat ik ging vissen, zei. Dus jij had nooit niks gezien van spoken of abnormaliteiten? Nooit, maar... Vertelt van die spoken aan de zinkfabriek en zo, ja. Dat er alle nachten om 12 uur vijgen met wit lak helemaal in het wit over de dak ging van de laas. Dat is zo'n water, zo'n grek die loopt. Die hoort ook op mond in een klaarkulke dat er is hier. En de mensen hadden er allemaal schrik van zijn, want ze zeiden dat het een spook was. Hè. Maar dan waren er toch eens twee mannen geweest. Die de moed in Nederland namen van te zeggen, men wil weten wie dat spook is. En die op de loer gingen liggen tegen dat spook was. En dat spook, ja, dat kwam eraan gewandeld. En die mannen die stonden recht en die gingen naar dat spook. En ze trokken de laken weg. Hè. En dan zagen ze wie dat eronder stond, was de ene die hem dan mee amuseerde. Met de spook s'nachts. En dan hebben ze de spook blijven noemen. Dat was eigenlijk een stroper, hè? Allee. Dat was een stroper, hè?
Ja, dat was een streuper, ja. Dat zijn ze alle dingen die er van kleedendouw vertellen ze ook van, maar dat hebben ze zelf niet meegemaakt. Maar ook horen vertellen ze het, dat ze kleden moesten maken en ze meer veel rug nemen dan alleen. En dat hij over de steenweg liep, dat hij kettingen aan zijn benen aan, dat dat dan zo rammelde. Dat de mensen dan gingen lopen als ze dat deurden. Maar ik heb nooit geen kleden gezien. Dan. En dwaallichtjes? En, Ja, dwaallichtjes. Daar spraken ze ook over, maar dan moet hij van die glim wormpjes geweest zijn, hè, die de mensen vroeger namen voor de waarlichtjes. Ik heb dat eens een keer gezien van die glimwormen, maar die glimmen naast zijn in het gespen. En dan van dat Duit kasteel in ieder? Ja, van dat Duit kasteel, dat heb ik ook horen vertellen. Dan zagen ze ook dat in dat kasteel, dat het daarin spookte, zie je, dat er alle nachten een spook in kwam. En dat was iemand die ging een wedding aan dat dat niet waar was. En maar hij moest. En zo'n tegenwedder, die naast dat hij een bewaas moest gaan leveren in dat kasteeltje dat hij daar s'nachts geweest was. En die ging er s'nachts naartoe, hè. En met een hamer en een nagel. En die moet een lange kapot aan een frak aan gaat in mijn hoofd. En die bukte hem en die kapot, die lag een stuk op de grond, met een tip op de grond, hè. En die sloeg die nagel in de vloer en de nagel die frak mij ziet. En die zal ook wel schrik gehad hebben voor babaret geweest aan die kerel. En s'morgens vonden ze die dood en was gestorven van schrik. Dat vertelde nu. En de restanten van dat kasteeltje, die hebben we nog gezien, hè? Waar waren die gelegen? Vlak voor die hoef van die van Overs, van die hoef van Over, daar was een kasteeltje. Aan het voetbalplein van Niel? Aan de voetbalplein van Niel, daar, ja. En wat stond er nog van? Ja, nog stukken muren. En een hofrecht, die er rond liep nog. Want er zijn er nog dikke gaan bijzenplikken, daar stond nog veel van die brembezen. En dat was al dat er nog van te zien was. Dat was helemaal verkrotten, zo te zeggen, hè. Dat. Haar vader heeft ook eens iets ver gehad met die Mechelse scherper van de Scheven, hè? Ook, ja. Dan was ze ook gaan wandelen, maar vader ging zondags ook veel wandelen, zo, het geboort in, gelijk aan we dat noemden. En dan was gekomen tot hier, waar het na de kruis geslaagd is. Dat was zo'n peggeboerke, klein boerke. Noemde die nou weer. Zo noemde die nou weer, die. Ja, maar ik niet weten. Alleen dat doet er. En daar hadden een café genoeg, gelijk dat veel in de taart aan mode waren. Er waren mensen die zo eigenlijk kost wat verdienden op het land, die een paar aarde land bezaten. En in die koeien zo. En die hadden dan dat café, zie je. Maar er was een razende passant voor iemand die daar voorbij wandelde en zijn pint kwam drinken. Hè. En mijn vader was daar binnen gegaan, maar dat toen de Mechelse schijper. Dat was in de oorlog van 1418. En hij was daar binnen gekomen en zei tegen zijn hond, Nero liggen daar. Hij moest onder de bank gaan liggen, zie je. En hij stond aan toe een pint te drinken en te klappen met dat boerken. Komt er een naar binnen en die zei van wie is die hond, zei hij. Maar zei mijn vader, dat is mijn man. Dat is niks waard aan. En hij zei, mijn vader, pas maar op. En dan kwam mijn vader en dan pakte hij vast en schiet ermee. Hè. En de hond vliegt naar hem en pakte hem bij zijn pols. Bij zijn pols, maar dat mijn vader me vast was. En het was een flink deden. Godverdomme zei hij, dat zou er nou niet gezegd dat dat zo'n hond was. Ik heb me gewaarschuwd, zei mijn vader, dat ik moest toepassen. Ik ging de gevolgen dragen zijn tussen ja geschiet samen vader. En van die communiclegers? Ja, dat was, toen was in de taat dat ze kinderen hadden, dat ze hele commune deden, hele plichtige commune, want de eerste commune bestond niet in de taat. Hè, dan kregen sommigen een kleger of een kostuumker dat aan de manneke was, van de liberalen.
van de katholieken zo niet, maar van de liberalen die gaven de dood. En door Mer, die scheepswaren van daar op Nuvrum, die gaf geld, zal ik zeggen, voor die kostuumjes te kopen. En over kleken, hè. En dat was ook een dag gesteld voor te komen. Dat ze dat doet, dan ziet dat en dat geld dan gaat van diegene die een kleken krijgen of een kostuumje. En dan zag mijn moeder staan, ga moet in die blauwe staan, trap gaat maar af, ga ik in de keuken nog kopen zijn tegen mijn moeder. Dat was inderdaad ook zo wat te moeder, want dat de mensen, veel mensen waren die kleren kosten kopen voor hele kinderen. En kunnen ze eens proberen te beschrijven hoe dat vader eruit zag? Was hij groot, klein, dik, mager? Mijn vader is al zo een meter 75 geweest zijn. En die was aan de magere kant hier. Ja, die het gelijk werkte, waren, dat waren geen dikke mensen, ze niet gelijk. Die moesten zwaar naar arbeid doen, een potje per dag. En kostte me nogthans allemaal veel leten. Hè. Maar dikke mensen, die witzakken, die vonden dat niet. Hè. En mijn vader was ook aan de magere kant, maar gespierd. Een kloeke werker, zal ik zeggen, alleen dan. En mijn vader die had een moustache. Een snor. Dus, die had een snor, die alle wijken zo wat bijgeknipt weer, gelijk met zijn lip, maar wat voor de rest. We hebben er niks aan gedaan en scharen dat hij hem niemand in de taart. Die gingen allemaal naar de barbier. Zonder zweden ons gingen ze laten scharen en die hele naar te lang was, hele naar laten afdoen. Maar dat was maar afdoen, helemaal ketaf of anders met glas of vroeger van weer. En voor de rest, ja, hele kleding. Dat was een vloeren broek. Een nieuw, een fijn, proper vloeren broek dan. Zondags dan? Zondags. Een paar leren schoenen, die er ook heel weinig gedragen, of niet? Hè? Dat waren een soort aanstekers. In twaalf, in goed. Met motief genoeg geborduurd. Van ver op de kap. Hè? En dan, ik heb het geweten in de tijd, dan was er ook wel mode in. Wij de mannen, dat de broeken smal waren, zo. De billen tot aan de knie is echt spannend, hè? Maar dan breed uitlopen naar onder. Die moeten echt vreemd bestaan. Ja, dat zijn matrozenbroeken. Van die matrozenbroeken, ja. En dan een Engelse trouw, zo'n donkerblauw trouw, met een kol. Die werden ook veel gedragen. En dan die een klak, dan droegen ze allemaal een klak. Schippersklak. Of, en ik heb nog geweten, die doen nog een vaas, drugen ook. Zo'n boerenklakje, nee, ik heb dat misschien ook al wel gezien. Dat was van boven slap met een band aan en een klep aan van ver. Zo'n blaad? Zo'n blaad, ja. En soms nog vijf, maar dat was twee mannen taart, dan droegen ze een blauwe keel, een losse keel. En dan zo klakje zie je. Maar in mannen taart, dan bestond dat ze hier en daar nog een enkele. Want dat waren ze gewoon. En dan zijn troon daar een gelee over. Een gelee over of we stonden gelijk het was. Kaal was hem niet, hè? Nee, geen ene bij ons. Mijn vader was niet kaal, onze wanners niet. En onze grootvader niet. En ik en onze drie ook niet. En ik ben ook niet kaal, hè? Nee. Een bril dragen deed hem ook niet. Nee, dat droeg bij ons niemand een bril. Niemand. Nou, weer in een taart weer niet zoveel bril gedragen als naast. Haar vader had een bijnaam, dacht ik, hè? Ja, dat was chef de kat, hè? En hoe kwam hem eraan? Ja, als hij kleintjes was, moet hij wel met een kat gelopen hebben, dat in zijn armen, en rond zijn hals gelijk zo. Een zwarte kat. Ja, wat kleuren die had, dat weet ik niet. Maar de meisjes daar, chef de kat tegen, hè, en de chef de kat blijft niet, hè? Ja. Okay. Tegen mijn moeder zou ze ook vies de kat en zou ze ook vies van mij en Thees. En hoe kwam dat? Ja,
De mijn grootmoeder, mijn moeders moeder, dat was meek een theesied. Dat was de moeder van Virginia van Kempenhout. Ja, ja. En hoe was die haar een echte naam? En van Zeewis, mijn moeder had geen broer. Hele Zeewis is dat die. Zeewis van Kempenhout? Zeewis van Kempenhout, ja. Mijn moeder heette ook van Kempenhout, hè. Maar hoe dat mijn grootmoeder heette meer van Middelland, dat kan ik niet zeggen. Dat Roosties, die bestond ook hier in Boom. Maar hoe dat die naar een meisje geslaan heeft, dat weet ik ook meer. Die een man die net een Meijer, hè. Maar hoe dat Roosties zelf weet, dat weet ik niet, dat kan ik niet zeggen. En kunnen dan nog een woordje zeggen over het karakter van haar vader? Wat voor een persoonlijkheid was dat? Mijn vader was een niet getogen mens, die niet veel zei. Het was geen een maar als hij niet zei, dan was het menen, zie je dat? En was dat een rustige mens of een nerveuze? Het was heel rustig, een heel rustige mens. Want ik heb me van mijn lijf maar één klets van gehad en dat was toen dat ik dat gezegd heb. Ja. Nee, dat was gewoon raar. Maar anders was, en die moeder, dat ging allemaal af op mijn moeder. Die moeder hem met niks, of het moest eens een keer mislopen. Nee, dan wel, hè. Dat. En wat was de levenswijze van haar vader? Hoe was deze dagindeling in de wijk? In de wijk ging de werk, was morgens vroeg tot s'avonds laat. Morgens vroeg, wat is dat? Ja, goed, gelijk werken, hè. Maar hoe laat? Ja, dat was daar. Als ze niet in de steenmakersploeg waren, dan was het ergens om 5 uur morgens. Ja. Of ze moesten aan de oven, dat ging boos te zieken doen. Dat het nog donker was. Bij die overleg te krijgen tegen dat. Twee in de lucht van een dag. En dan anders goed daar nog in te brengen voor laat te drogen, al zie je het. Dan stond dat raar goed, dat ik het zo moet noemen. Zitten ze in die oven. Een paar dagen en dan drogen ze daar. En dan zitten ze daar, de steen daarbij. En mochten ze die oven af dat dit terug kost gebakken werden. En dan. En hoe laat kwam hem dan thuis? Maar dan kwam die thuis, ja, dat was vol, wat aan de oven was. Dan kwam die thuis, om een uur of 8. En dan gingen die wat slapen om 12 uur, moesten ze terug gaan werken, moesten ze gaan stoken. Hè. En wat dan is dus dat we mag terug thuis kwamen, want dan moet je toch nog eten hebben en zo. Ja, dat was, als ze dan thuis kwamen, dat was dan eten en gaan slapen. Hè. Niet met de familie bezig zijn. Daar hadden ze geen taart voor, Edwin. Die mensen die waren dood vermist en die hadden een slaap nodig. Die gingen een uur of 4 slapen en dan mochten ze terug wakker en dan moesten ze terug gaan werken. Hè. En dan was dat opgegaan om 12 uur s'nachts, werd te stoken. Maar dan liep die een dag verder. Hè, dan was dat ergens tot s'avonds dat ze moesten werken. Hè, hij had toch een plutske, net voor de stof. Ja, plotseling hebben we de stof. Want daar heb ik dikkers genoeg op zijn schoot gezeten, dat ik klaar ga deken was. En dan smoorde veel een pap. En op een zekere keer stond hem tegen die pap, of denk ik daarna, en dat viel. En die pap was nog maar pas aangestoken. En dan viel hem een gijnstrood, een brandend schiefje. En dat viel juist tussen het maken van hetgeen dat kan. En er was hier een heel blad voor verbrand, hè. Ja, ja. En het was nogal een nijvige paardroker, hè? Nee, maar in de taart dat ik hem kende, dan stonden ze s'nachts op en draaien hier weer een paard kunnen roken. En dan in de oorlog van 1418, dan was er geen tubakanten geroken, dat eerste jaar weer. Na het tweede jaar, dan was er ogenaamd geen tubak meer te krijgen. En op een keer was ze aan het smoren en dat stinkt zo, hè. Zeg, vader, we zouden aan het smoren tegen hem. Zeg, dat stinkt zo. Ja, jongen, ik moet toch eens kunnen smoren zijn tegen mij. Ik heb geen tubak meer neer. Ik heb eens gestopt met bloor van de bomen hier. Zeg, alleen, zeg, dat is toch een volgap. Zeg, dat je daarna kunt liggen aan het smoren, wat maak je dan van? Zeg, we zullen eens zeggen dat je tubak hebt tegen hem. Zodat ik kunnen zijn tegen mij. Zeg,
zeg, we zullen zien, hè. Ik zal proberen. En we werkten dan op de slaperij hier. En er zat een boer. Die had leren slapen bij ons Riek. En zeker... die net een oogkrik, die was een boer, die is ook veel kinderen aan. En die allemaal op de oefening kosten blad, die ook moesten gaan werken, zie je. En die had het slapen laten leren. Dat was Sander Hillemans. En die kreeg er ook in de oorlog. Zal die ook wel daar eten en spek van gaan hebben van die boer. Daarmee moest hij helemaal daar slapen leren, zie je. En ik zeg tegen de Riek, Riek van Bulleke te die. Zeg tegen de Riek, zeg, is er gelijk in een toepak staan? Ja, zeiden, we zullen van alles staan in onze nog. Zeg, zag ik niet wat ik in de kraag, zeg, laat dat dan ook van de vader. Zullen ze een paar bloren meebrengen dan. En ze bracht een paar bloren mee, en bracht nog een paar bloren mee, en hij kon smeren, hij had vette smeren. En zeg, nou, zal ik je zeggen dat je zout hebt, het volgende jaar, zeg, dat ging dat zout zo, zeg, dat ging zelf een tuba kunnen ze tegen hem. Had dat wel was dat. En die Riek de bracht dan zout mee, die had zout genoeg, want dat is de planten die, hè. En hij had tuba zoveel dat de smeren wilden, hè. En dat was in de kening te raken natuurlijk. En, wat deed hem zondags? Ja, zondags, dat was, gaan zien het gelijk, in maandag, dat ik al weer hem zo te zeggen, hè. Vroeger jaren dat niet machine was en aan de neuven, ja, daar kan ik niet veel van zeggen, want dat heb ik niet meegemaakt, hè. Maar als ik hem dan kende en hem mee mocht, dan ging de zondags het gelijk. Zien omdat de steen staaf genoeg was voor te wanen of voor wat te doen, voor te gammen, voor hem in de les te doen of het slot te drogen. Mochten we dan ook al jaren in de taart. En dat was voor de steen die gemocht werd, weer de steenmaker op de plits. En we dachten dat die weer op de plits gelijk. En dat die staaf genoeg waren, moesten die op de hele kant getrokken worden. Dat was voor dafdrager, dat moesten dafdrager doen. En maar als die steen dan staaf genoeg was van boven, dan moest hij gedrood worden, wanen noemden ze dat, zie je? En dan moest de paard voor de airmaker, en een paard voor de steenmaker, en een paard voor de airopzitter. In de rapporten was dat, zie je? Al overal in duizend zal ik zeggen alleen, maar dat dan enkele dagen slecht per geweest was dan, maar die plits vol steen, en hij had dan boos gaan te drogen, ja, dan moest hij in plits van duizend, twee draad tot soms tot 4000 waren, zie je het. En daar ging de zondag niets voorzien hoe dat was in de plits, om zo te zeggen. Hè. En gingen ze nooit eens geen pint pakken? Die gingen wel eens een pint pakken, maar dat was niet zo veel meer in die taal. Als hij jonger was, moet dat wel meer geweest zijn. Maar in mijn taal, dat was heel waarlijk dat we een pint gingen pakken. Hè. En krijg je nooit geen familiebezoek? Heel weinig. Onkel British, die kwam al eens een keer af. Maar dat is, en tante Joke, die woonde in Rins. En die was getrouwd. Ook, mijn moeder die had twee broers. En onkel Sane, die was getrouwd met onkel Sane, noemde die. Maar die was al gestorven, en dat was een weduwe zal ik zeggen. Hè. En die kwam na en dan nog wel eens een keer naar ons voor een paar dagen. Dat ze dan al te kort was, zie je, tegen de mensen ook niks te veel. Dat was al ja. Bezoek dat we kregen, om zo te zeggen. En gingen ze zelf nooit op bezoek? Nooit. Toch eens naar Bornem, dacht ik? Ja, naar Bornem zijn ze een keer geweest, dat onze wannes geen zat. Hey, met zijn vrouw had dan later mee getrouwd is. Is niet braas, hè. En die hadden ons de eerste keer gevraagd, dat was de eerste keer. Dat ik met een trein gereden heb, dat was ik 12 jaar. En dan zijn we naar Bornem eens een keer geweest. En dat is al dat we graag hebben, zal ik zeggen, met gezinnen.